Meneer Van den Heuvel, ik geef u akte van uw eedaflegging. Dames en heren, krachtens artikel 5, paragraaf 2 van de bijzondere decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen heeft de heer Koen Van den Heuvel door zijn eedaflegging als lid van het Vlaamse parlement geen zitting meer in het Vlaamse parlement. De opvolger die in aanmerking komt om voor de duur van zijn lidmaatschap van de Vlaamse regering te vervangen is de heer Maurice Helzen. Dat is een naam die kennen we hier al. De geloofsbrief van de heer Maurice Helzen werd reeds goedgekeurd in de plenaire vergadering van 17 juni 2014. Het administratief onderzoek heeft... Ah, u bent er al. Ik ben heeft er uitgewezen dat sindsdien geen wijziging is opgetreden in de vervulling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Vraagt hierover iemand het woord? Ik roep de heer Maurice Helzen uit als Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hem uit aan het sprekersstoelte de grondwettelijke eed af te leggen die luidt als volgt. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik ga dat. Ik ga. Nee? Meneer Helzen, namens alle collega's heet ik u van harte welkom in het Vlaams Parlement. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.